Welkom bij deze eerste les van hoofdstuk nummer 11. Ik ga het hebben over redoxreacties. En wat zijn dat nou precies? Nou, redoxreacties in de allerkortste bewoording, dat zijn reacties waarbij elektronen worden overgedragen. En daarom heeft deze eerste paragraaf ook heel toepasselijk elektronen overdracht. Nou, wat ga ik in deze les bespreken? Ik ga allereerst een aantal begrippen herhalen en vervolgens ga ik een heel aantal nieuwe begrippen introduceren. En vervolgens gaan we kijken naar hoe zo'n redoxreactie dan gaat verlopen. Nou, eerst een aantal oude en een aantal nieuwe stukjes terminologie. Ik pak het direct eventjes op, want anders dan zie je het zo meteen niet. Ik moet daarbij aangeven dat een atoom, dat is natuurlijk een neutraal geladen deeltje. En een ion, dat is een geladen deeltje, dat kan positief of negatief zijn. Als we dan atomen met moleculen vergelijken, atomen, dat zijn enkelvoudige deeltjes, dus bolletjes, enkelvoudige bolletjes. En die bolletjes die kunnen aan elkaar gaan hechten. En op het moment dat ze aan elkaar gaan hechten, dan worden het moleculen. Dat is eigenlijk het grote verschil daartussen. Maar dat is een belangrijk verschil wat je later gaat zien. Nou, en dan tenslotte een verschil tussen een proton en een elektron. Een proton is positief geladen, pp, en een elektron is negatief geladen. Maar eigenlijk nog veel belangrijker in dit geval. Een proton zit samen met neutronen in de kern. En elektronen zitten buiten, in de schillen. Dus dat betekent dat die schillen die gaan veel makkelijker elektronen kunnen kwijtraken dan protonen in de kern. Want die zitten vast. Dan nog even één opmerking voor het geval dat je al eerder het hoofdstuk zuren gehad hebt. Op VWO-niveau doen we zuren met H3O+, maar voor redox korten we dat af naar H+. Dat is om om de reacties die we later gaan zien veel gemakkelijker te maken. Nou, allereerst even een voorbeeld van een redox en dan gaan we daar het een en ander bij verklaren. Als we de reactie van chloorgas met natrium bekijken, dan zien we dat vast natrium met chloorgas reageert tot NaCl. Maar op het moment dat we dit dan vervolgens gaan oplossen, dan zie je dat dat NaCl oplost naar Na+ en Cl-. En het verschil hierbij, vooral als je die eerste beginstoffen en die laatste producten met elkaar vergelijkt, is dat natrium nu ineens een lading heeft. En dat betekent dat er iets is gebeurd. Nou, en wat gebeurt er nou als natrium van natrium naar natrium-plus gaat? Dan zijn er dus elektronen overgedragen. En wat gebeurt er, of hoe ziet dat er nou precies uit? Nou, daarvoor moeten we eigenlijk weer even terug naar die ionen en die atomen, waar ik het zo net al over had. Dit is het grote verschil. Als we kijken naar het atoommodel van Bohr, dan wil ieder atoom wil voldoen aan de octetregel, ofwel de edelgasconfiguratie. En wat je ziet is dat hij in de buitenste schil aan de linkerzijde één elektron vrij heeft. Als je dat elektron eruit gooit, dan vervalt de derde schil. En dus heeft hij dan in zijn buitenste schil, op dat moment de tweede schil, die heeft hij dan 8 elektronen, oftewel octet, oct voor 8. En het verschil hier is dus dat het van een natriumatoom naar een natriumion gaat. En dit is heel erg belangrijk voor wat redox betreft, want er is dus een elektron weggegaan en die is dus overgedragen naar een totaal ander deeltje. En dat is natuurlijk ook meteen de grote onderscheid, wat ik eigenlijk net al snel maakte. Atomen zijn neutraal, ionen zijn geladen en die octetregel die zorgt ervoor dat ze stabiel zijn indien ze geladen zijn. Nou, bij een redox worden er dus elektronen overgedragen, dat zei ik zo net al. En daarbij zijn twee dingen heel erg belangrijk en je ziet ze in het plaatje wat hieronder staat. Aan de ene kant moet er een elektron zijn wat graag een elektron afstaat, maar er moet ook een atoom zijn wat een elektron afstaat, maar er moet ook een atoom zijn dat een elektron opneemt. Dit mogen ook allebei ionen zijn. Dus het gaat eigenlijk om een deeltje. Een deeltje die een elektron wil afstaan en een deeltje wat een elektron wil opnemen. Nou, hoe ziet dat er nou uit in dit plaatje hier? Hier staat een elektron donor. En je ziet dat deze hier zo aan de voorkant een elektron heeft en aan de achterkant is die hem kwijt. Oftewel,
Of het oranje bolletje aan de voorkant, die heeft een elektron afgestaan. Hij had er een, hij heeft er nu niet meer, want hij heeft er eentje afgestaan. Aan de voorkant ook het groene bolletje, die heeft geen elektron, maar die krijgt er gedurende de reactie wel een. Dat komt omdat hij er dus eentje opneemt. Nou, hier gaan we een paar termen bij bekijken. Een deeltje wat een elektron afstaat, die noemen we een reductor. En een deeltje wat een elektron opneemt, die noemen we een oxidator. En de makkelijkste ezelsbrug die je hierbij kunt onthouden, is een oxidator neemt elektronen op. OO. Nou, en als je die onthoudt, dan weet je dat die andere nergens op slaat, maar dan weet je dat dat dus het tegenovergestelde is. Hoe kun je nou een redoxreactie herkennen? Op het moment dat een neutraal atoom, oftewel een element, verdwijnt of ontstaat, dan is dat een hint voor het hebben van een redoxreactie. Denk hierbij even terug aan het natrium wat we zo net in het eerste voorbeeld zagen. Na wordt Na+. De enige reden waarop dat element Na kan verdwijnen, is doordat er elektronen worden overgedragen. Een andere hint is wanneer we een ion hebben en dat ion dat verandert van lading. Denk hierbij terug aan bijvoorbeeld ijzer. IJzer kun je vinden in een lading 2+, maar ook in een lading 3+. Als die van lading verspringt, dan kan dat dus alleen maar zijn gekomen doordat er een elektron is overgesprongen. Oftewel, een lading die verandert, ook een hint voor redox. Dan zijn er een paar valstrikken waar ik je altijd probeer mee in de war te brengen. En dat zijn zuurbasenreacties. Bij een zuurbasenreactie heb je een H-plusje wat wordt overgenomen. En dan lijkt het alsof de lading verspringt, maar dat is dus eigenlijk niet zo, omdat het van het plusje van het H-tje komt en niet vanwege het elektron wat wegspringt. Dus bij een zuurbasenreactie wordt H-plus overgedragen en verandert de lading van het deeltje misschien wel, maar omdat hij H-plus opneemt, is dat geen redox. Een andere wat geen redox is, dat zijn indampvergelijkingen en oplosvergelijkingen van zouten. Wat we zo net zagen was NaCl. Dat lost op naar Na+ en Cl-. Dit is niet de redoxreactie. Want ondanks dat je aan de voorkant geen lading hebt en aan de achterkant wel, heb je in dit voorbeeld al aan de voorkant ook een lading zitten. Want de zoutstructuur zorgt ervoor dat er Na'tjes of Na+'tjes en Cl-'tjes die gaan naast elkaar omste beurt zitten. En dat maakt dat die dus omste beurt al geladen is. En dus is dat geen redoxreactie. Nou, dan ga ik nu even wat dieper op de reacties in. Maar daarbij komen de termen van zo net al terug. En het is belangrijk dat je goed kunt volgen wat ik hier zeg. Want anders dan snap je niet hoe die termen in relatie tot elkaar zijn. Allereerst, een deeltje wat een elektron afstaat, dat is een reductor. Dat is gewoon de terminologie die we zo net al gehad hebben. En nou wordt die lastig. Als een deeltje, of als een reductor, een elektron afstaat, dan blijft er een klein gaatje over van de plek waar dat elektron zat. Later, bij een andere reactie, zou die dus weer een elektron kunnen gaan opnemen. Maar hetgeen wat opnemen is, dat is natuurlijk een oxidator. Oftewel, als een reductor een elektron afstaat, dan kan die op een later moment weer opnemen en dus wordt het een oxidator. En we zeggen dat ook wel zo. Een reductor wordt geoxideerd en wordt dus een oxidator. En dat ziet er in het bolletje, ziet dat er zo uit. We hebben een reductor en een oxidatie, een reductor en een oxidator.
En dat zijn hetzelfde deeltjes, maar tegenovergesteld aan de pijl. Dan hebben we het reactietype geoxideerd. Dit is het reactietype oxidatie. Dus oxidator of reductor, dat zijn deeltjes. En oxidatie is het reactietype. Nou, dit kunnen we ook omdraaien. Namelijk wanneer een atoom of een deeltje een elektron opneemt, dan is het een oxidator. Maar als die er eentje opneemt, eentje extra krijgt, dan kan die op een later moment ook weer afstaan. En iets wat iets kan afstaan, dat is een reductor. Oftewel, in sneltreinvaart, een oxidator wordt gereduceerd tot een reductor. Dus dit is de tegenovergestelde. En die zien we in dit plaatje, zien we die als volgt. De oxidator wordt een reductor. En het reactietype wat daarbij hoort, dat is reductie. Nogmaals, eindigt het op tor, dan is het een deeltje. En eindigt het op si, is het een reactietype. Nou, dit samenvattend genomen. Een oxidator die wordt gereduceerd en een reductor wordt geoxideerd. En hier zien we waar ons circus samenkomt. Reductie en oxidatie maken als samenstelling een redoxreactie. Red voor de reductie, ox voor de oxidatie. En daarmee gaan we verder spelen. Want we kunnen een redoxreactie als geheel beschouwen, maar we kunnen hem ook opsplitsen. Namelijk in de oxidatiehalfreactie en de reductiehalfreactie. En dit is heel belangrijk voor redox, want dat betekent dat we, als we halfreacties beschouwen in plaats van totaalreacties, kunnen we verschillende halfreacties gemakkelijk met elkaar gaan combineren. Nou, laten we dat eenmaal voordoen en dan gaan we daar in de volgende les mee verder. Bij een redoxreactie zijn dus halfreacties belangrijk. Twee halfreacties. Aan de ene kant eentje voor de reductor en de andere voor de oxidator. In de halfreactie van de reductor wordt er een elektron afgestaan. Dat is namelijk wat een reductor doet. Als een reductor een elektron afstaat, dan betekent dat dat hij achter de pijl erbij komt. Want een reductor wordt een oxidator en dat doet hij doordat hij elektronen afstaat. Dus er komen elektronen vrij. En omdat we in reactievergelijkingen alleen maar plusjes zetten, geven we oxidator plus de vrijgekomen elektronen. Voor een oxidator moeten ze worden opgenomen. En nogmaals, we mogen alleen maar plusjes gebruiken in chemische reacties. En daarom staat er oxidator plus elektronen wordt de reductor. Die elektronen verdwijnen namelijk in de oxidator om een reductor te worden. Tel je de twee halfreacties dan bij elkaar op, dan ziet dat er als volgt uit. De reductor wordt een oxidator, de oxidator wordt een reductor en aan beide kanten staan er elektronen. Heel belangrijk is het om die elektronen vervolgens goed tegen elkaar weg te strepen. Want nooit mag er een deeltje aan beide kanten voorkomen. En elektronen moeten altijd weg. En dan kom je bij dit eindresultaat. De reductor en de oxidator worden de oxidator en de reductor. En dit klinkt misschien nog een klein beetje gekker, maar ja, er staan nu aan beide kanten reductor en aan beide kanten staat de oxidator. Dan zou je misschien zeggen, er is niks gebeurd. Nou, laten we hem dan even inkleuren met een paar voorbeeldjes, zoals we zo net zagen. Nu zie je hier natrium wordt natrium plus en die staat een elektron af. Eén natriumatoom wordt één natriumion en die staat één elektron af. De lading voor de pijl is nu neutraal en de lading na de pijl is ook neutraal. Plus en min balanceren elkaar uit naar nul en dan klopt die. De onderste halfreactie, dat is die van de oxidator, er komen CO2, ieder van die CO2 of ieder van die chlooratomen neemt een elektron op en zo worden er twee ionen gevormd. Ik zei zo net al, de elektronen moeten altijd weggestreept kunnen worden. En dat maakt dat deze bovenste halfreactie tweemaal moet verlopen
en die onderste halve reactie eenmaal. Als we ze dan bij elkaar optellen, dan krijg je dat er natrium, natrium plus en elektronen 2 min, die krijgen allemaal een tweetje ervoor. Als we hem dan optellen, dan krijg je dus 2 natrium plus 1 chloor plus 2 elektronen wordt natrium plus elektronen, chloor min en elektronen min. En dit is, dat optellen is dus zo eenvoudig als dat je kan bedenken. Alles wat voor de pijl staat, dat donder je bij elkaar voor de pijl. Alles wat na de pijl staat, dat donder je bij elkaar achter de pijl. En nu moet je de elektronen wegstrepen. Want de elektronen tweemaal staan aan beide kanten en dus krijg je deze reactie als redox. Dit is het voor deze les. We hebben gekeken naar het verschil tussen een atoom en een ion en we hebben een hele set nieuwe begrippen geïntroduceerd. Begrippen waarmee we nu begrijpen wat we gaan bedoelen in de volgende lessen. In de volgende lessen gaan we veel dieper in op het maken van redoxreacties en het uitschrijven van redoxreacties. Maar daarbij zijn deze begrippen dus al ontzettend belangrijk. Nou, voor nu een vijftal opgaves in het huiswerk en daarmee kun je aan de gang. Veel succes, veel plezier en geniet ervan!